De blusboten van de brandweer in Nijmegen en Tiel zijn vervangen. Daarmee is een bedrag van zo'n 3,5 miljoen euro per stuk gemoeid. De 28-jarige De Batouwen in Tiel en de 32-jarige De Gelderland in Nijmegen moeten plaatsmaken voor snellere en kleinere brandweerboten. De vorige boten hadden een topsnelheid van 20 km per uur. Daarmee waren ze niet in staat incidenten op de Waal in de regio Gelderland Zuid binnen de voorgeschreven drie kwartier te bereiken. Ook hadden de oude blusboten vanwege hun leeftijd veel onderhoud nodig. De nieuwe brandweerschep Halen een topsnelheid van 40 km per uur. Daarmee kunnen ze de rivieren in Gelderland Zuid wel binnen drie kwartier bereiken. Naast deze vaartuigen hebben alleen de brandweerkorpsen van Amsterdam, Zaandam en Dordrecht plusboten.